haaien. De witte haaien. Deze griezelfilm komt naar Nederland ook. En wat zal dus gaan gebeuren? Als meer haaien zullen rond Europese vakantiestrandkusten gesignaleerd worden. Een kwestie van wish en fishful sinking, want zo zoekt de mens zijn kick. En daarom leek het Simplistisch Bond ook zeker op dit moment nuttig dat wij een demonstratiefilm van wat te doen bij onverhoopte haai. Bie. Bie. Ja, klaar. Kom hier. Ja. Ah. Sorry. Even. Fijn. Jaws. Jaws. De Vin zit alleen anders. Ja, het lijkt of ik het erom doe, maar een zwembroek helaas vergeten, maar schoon onderbroek kan. Gaat het ook niet om, het gaat om Jaws. En als specimen meteen herkenbaar, dat de punt bij de haai, van een haai als deze, niets te vrezen. Want de punt moet andersom wijzen. Oh, dat kon ik niet zien. Hij moet naar beneden. Dat kon ik niet zien. Hij wijst nu naar boven, naar de eigen kop. Kan je van zo niet zien? Nee, maar hij moet andersom. Ja. Hij stond naar boven, hij moet naar de eigen kop. Ja. Waar is de haai? Mag ik je de haai presenteren? Ja, de verbondshaai. Oh, wat is hij mooi geworden. Hé? Oh, prachtig. Ben je niet bang dat het absorbeert veel water? Vandaag nog vier op klaar. Hé? Hé? Ja? Thousands of years, mankind had no real image of what was fear. For instance, when I make this movement, this gesture with my hand, then men would say, that has nothing to do with fears. He is saying hello or he is waving goodbye. But when I shake or I tremble a little bit with my hand, and I make this gesture, then we say now in modern sociology, this is an image of fear. Another example of an image of fear. When I have here my cup of tea, then this cup of tea has nothing to do with fear. But when I place my cup of tea upside down, then you can ask why. What is going on here? What has happened? And then we say in modern sociology, this is an image loaded with fear. Now, the modern society has created a medium that only consists of images. And that is the motion picture film industry. Well, what we modern sociologists have found is that when modern society is full of fear, then the motion picture film is full of fear. De witte haai, Jaws, Ceteris Maximus, komt met name vooral op bloed af. Dus als je maar even, dan met die neus, hup, erop af. En daarom is het zaak ook om ongeschoren de buitenlandse zee te kiezen. Want heb ik vanmorgen even mij geschoren, korstje, haal ik er nu af. Bloed, het is maar één druppel, ja, zie je die? Bloed. Ja, bloed. Goed? Goed. En u zult dan zien dat van grote afstand de haai dat onmiddellijk komt, op af. Als je ongeveer vandaan. Ja. En dan, als we dan. Op, ja. Als we dan op schaal. B. Ja. Als we dan op schaal. Ja. Oké, bloedtest. Ja. Oké. Misschien iets verder. Bloed ik nog? Ja, duidelijk. Van hieruit daar. Oké, goed. Jump. Ja? Wacht even. Even de bril, wacht even. Kom maar, misschien jij op mijn vast. Ja? Ja? Kan die? Ja? Ja? Kom daar. Ik zwem aangeloos met bloed. Ik zwem met bloed nu. En de haai, de Jaws, heeft dat meteen in de gaten. Kom meteen erop af. Denk, daar is bloed. Lekker. Lekker hapje. Daar moet ik wezen, dat badgat. Kom nou weer. Een beetje sneller.
Hij zuigt waterkoop. Als ik een probleem heb, dan ja, ik ga daar naartoe, kom jij dan snel? Hij wordt loodzwaard. Ja. Ja, hier. Ach, ben je even. Ja. Weet je hier staan? Ja. Zo? Ja. Ik bloed nog steeds. Ja, zie je. Oké, okay, nou, blijf staan. En dan ligt gewoon is wel duidelijk zo. Nee, wacht, ik lig hier, dus kom dan snel even op mij. Gewoon nog één keer doen, ja? Ik weet voor niets. Ik zwem, zwem gewoon. Ik ruik bloed, hè? Ja? Ik ruik bloed. En dan doet de haai valt aan op de ja, rug. Komt ie! Er zijn ter ontkoming aan de witte haai met Hells and Jaws eigenlijk maar twee mogelijkheden. En het is dat men realiseert zo snel mogelijk vaste grond onder de voeten. Want op het land, dat ze draaien met de Jones, met Cetinus Maximus, is hij machteloos. Dus zet een haai, simplisten, de achtervolging in. Dan is het zaak zo snel mogelijk begaan te raken. Ja, kom maar. Ja, ja. Kom in. Ja! Hij is de achtervolging in. Ja. Tot dan! Machteloos, gewoon machteloos. Is de defrontatie niet mogelijk, dan moet de toeristenzwemmer zich tot een confrontatie met de haai Jaws knijven. Daarbij wel bedenkend dat de witte haai altijd zijn aanval pleegt op de rug te offenseren. En als de toeristenzwemmer, mutaten met handen, ook zichzelf van borst op rug draait, kan dat voor de haai met zijn beperkt vermogen tot denken zijn hele beeld. Hij raakt in verwarring en klutselenderwijs kan aanval op deze manier worden afgeslagen. Als jij even de... Ja? Dus de haai komt aan op borst. Gaat aanvallen. Bloed. Op rug. Is het bloed nog een beetje? Ja. Ja, oké. Okay. Dan gaat hij op de rug. En de zwemmer, de toeristenzwemmer... Draait ook op zijn. Ja, kom. Ja, daar gaat. Ja. Valt aan! Op de rug! Valt aan! Is men al over halverwege zijn vakantie dus uitgerust en conditioneel sterk genoeg om de haai te lijf te gaan, dan kan baat bieden de volgende aanvalsmethode. Men ziet de haai komen, gunt hem geen tijd, maar geeft meteen... De haai dus op zijn neus. Sociology are trying to do is to find a relation between the fear in the modern society and my cup of tea upside down. U bent bang. Wij ook. En er zijn er van die interessante enquêtes over de Surinamers. En daaruit blijkt dan dat 73% van u vindt dat die Surinamers niet in ons land thuis horen. En hoe die vragen nou ook worden gesteld, vindt u dat de regering te veel of te weinig doet? Zou u ze als buren willen hebben? Zijn ze lui?
Er is eigenlijk maar één relevante vraag. En die durft zelfs Panorama niet te stellen. Bent u bang voor negers? Heb je mijzelf niet. Ik ben wel bang voor haaien. Daarom gaan wij, en u ook hopelijk, simplisten, niet naar Jaws. Omdat er geprobeerd wordt om aan die angst groot geld te verdienen. Rageer daar niet in mee. Ga niet met de angst in zee. Klopt, dus dan hoor je vanzelf al meer met je oor tegen al die muren. Maar ik ben dus nu een fulltime medium. 'S Ochtends van 9 tot 12 ontvang ik hier mijn doden. En 's nachts is het een compleet gekhuis. Dan krijg ik soms al 10 overleden stemmen tegelijk die dan binnenkomen. Van alle kanten krijg ik ze dan door. Dan moet ik zeggen, jongens, ho, één tegelijk. Ja, ik heb ook maar één paar oren. Want ik weet niet of je wel eens 10 doden door elkaar hebt horen praten. Ze net houden wijven.